Aan de stationsweg in Grauw is een bushokje vernield. Nou gebeurt het wel vaker dat vandalen het zo nodig vinden om bushokjes te vernielen. Maar het bushokje was net nieuw geplaatst en het glas zou hufteproof moeten zijn. Het is de bedoeling dat alle bushokjes hufteproof worden gemaakt in de gemeente Leeuwarden. De bushokjes in onze gemeente worden geëxploiteerd door een bedrijf dat de kosten terugverdient met advertenties. Met het vervangen van glas of bushokjes is dus geen belastinggeld gemoeid. Afgelopen zaterdag vond de bijeenkomst Kleurrijk Vieren plaats in Leeuwarden met als thema Vind wat ons bindt. Het samenzijn werd georganiseerd in verband met de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De volgelingen van verschillende religies verzamelden zich rond 3:00 middags bij de Marokkaanse moskee aan de Esdoornstraat. Vervolgens toog de stoet langs verschillende gebedshuizen, bedoeld om het respect voor alle religies en levensbeschouwingen te benadrukken. De optocht eindigde bij de Waalse kerk, waar rond 4:30 in de middag de kleurrijke bijeenkomst van start ging. Al enige tijd breekt de gemeente Leeuwarden zich het hoofd over de juiste indeling van de Oldehoofse Kerkhof. Vanavond maakt een forse gedeelte van de gemeenteraad het college tot spoed bij de herinrichting van het plein. In de motie pleiten de betrokken partijen niet alleen voor een nieuwe invulling voor de groenstrook langs het Heer Ivo-straatje, ook de locatie van het standbeeld van Pieter Jelle Stroelstra wordt ter discussie gesteld. De raadsleden suggereren verder dat 2 van de 4 entreegebouwen voor de parkeergarage geschrapt kunnen worden. Hoewel de reactie van het college nog even op zich laat wachten, vroegen wij enkele Leeuwarders om hun mening. Ik denk dat het belangrijk is om te weten wat ze daar dan mee willen doen. Dus of ze dat gras helemaal weg willen halen of dat ze het echt nuttig willen besteden. Ik vind zelf dat soort glazen bakken in een open ruimte niet heel mooi. Ik denk toch dat dat anders gedaan kan worden. Hoe zou jij het wel zien dan? Of graag wel zien? Een stuk kleiner, denk ik. Ik vind dit toch best wel een soort van logge dingen. En ik zie ook niet zo in waarom er 2 zo dicht bij elkaar op een groot plein moeten. Het lijkt me dat dat een stuk efficiënter kan. Inderdaad, net wat ze al zegt. Je hebt er hier al 2 hele grote. Dat moet inderdaad de helft minder kunnen. Zeker als je links en rechts exact hetzelfde hebt. Het herinrichten van een stukje groen. Ja, het is niet veel, maar... Wat kan je ervan maken? Wat gaan ze ermee doen inderdaad? Dat is wel een beetje het belangrijke ermee, denk ik. Dinsdag en woensdag start tijdens de TEL 2015 de verkoop van de kavels van de nieuwe bedrijfslocatie De Werp in de Zuidlanden. Wethouder Henk Deinem geeft hiervoor aan de start zijn door de website werkenopdewerp.nl te lanceren. De Werp is de nieuwe bedrijfslocatie in Leeuwarden en ligt in de Zuidlanden, nabij het Werpsterhoek. De nieuwe toegangspoort van Leeuwarden en de regio. De verkoop van de bouwkavels van fase 1 start ten oosten van de Overijsselse Laan tussen Techem en het horecagebied bij de Werpsterhoek in. Deze locatie biedt veel ruimte voor groen en er is plaats voor 11 kantoorgebouwen. Het groene karakter blijft het belangrijkste kenmerk van dit gebied.